Nou, gaan we hier eens kijken. Oh. Hé, hey, wat is dat dan? Dat je nou Willy? En die mag je sowieso niet rijden. Huh? Maar even... 5402, wij zitten nu momenteel even achter een scooter aanrijdt op een plaats rond waar die officieel niet mag rijden. We gaan hem even staan houden, hoor. Oh, dat is krap. U doet een aanhouding, dat is begrepen. Uit. Je vrij? Ja, vrij. Oké. Okay. Ja. Hij gaat wel heel snel. Ja. Heeft geen helm, hè, dus een blauw kenteken. Even stop vooraan, hoor. Ja. Stop voor staan. Oh, knalt ook door rood heen. Okay. Ja. Hou maar staan, of ga er anders even voorheen. Oh, okay. Nou, is toch. Wat gaat hij doen? Ik ga fluiten. Doe eens kentekencontrole. Even zien. Ja, ik ga het even doen. Ik heb even groot licht gesigned, hoor. BL84H. Ja, nou, er staat niks op, is inderdaad een geel kenteken. Hm, oké, okay, ik ga er even naast staan. Dag politie! Hey. Even doorrijden, er is geen optimale plek om je staan te houden. Even op de parkeerplaats anders. Ja, zoiets, ja. Wat gaat hij nou doen? Ja, ik weet het niet. Groot licht. Eerst de beste keer dat hij gewoon weer stopt. Volgens mij knalt hij er vandoor. Ja. Ga maar hier even aan de kant staan. Yo. IJsteris, even stoppen. Goedendag. Hoi. Hey. Wat is er? Hier, kom maar even naar achter, even naar achter rijden. Even daar zo, op het parkeervak, oké? Ja, ik draai even om. Ja, parkeervak, dank je. Gewoon naar 4. Gaat er nog? Ja, ja, hij knalt er vandoor, karren. Ja, 5406 achtervolging gestart met scooter. Kentekenplaat is BL48H. Over. Links op, hè? Ja. Ja, links. Even kijken. Zie je weer links? Oh ja, daar. Links. Kom maar, gast erop. Lijkt op een opgevoerde scooter, dus... Ja. Regelbreuk nummer 4. Hoe wil je dat gaan doen? Nou, even kijken. Ik zal hem niet meteen van de scooter afrijden. Lijkt me verstandig van. Oh. Oh shit. Extra eenheid is niet nodig, denk ik. We hebben deze. Nou, die krijgen we wel. Oh. Hey, dit wordt krap. Let op je snelheid, hè. We rijden niet op een rij. Ja, ik wil hem pakken. Ja. Weet ik, maar let wel op de veiligheid. Hier rechts. Ja. Ja, ja. Is vrij, ja. Oh. Voor ons even, hebben we een goede auto hebben gepakt. Ja. Ik zou zeggen, ik knal hem ervoor, want dit gaat niet ophouden, denk ik. Ik pak een geschikt plekje. Nou, die gaat heel snel, hoor. Kan hij niet veilig... Hier. Knallen. Nee, hij gaat even snel als wij gaan. Die is echt opgevoed. Beetje, die is zeker opgevoed. Oh, dit wordt heel krap. Ja, dat ga je niet redden. Dit. Allemaal een krasje. Ja, shit. Als die vrouw nou ook even aan de kant gaat. Ah, sorry. Regelen hij is wel. Te voet, hij is te voet. Oh. Ik zal uit, ja. Kun jij de weg op? Nee, ik zit hier ook helemaal klem. Ik ren met je mee. Politie, stoppen! Stoppen met rennen! Staan blijven! Zijn we de brug over gegaan? Ja, ja. Oké. Okay. Ik wil nog steeds een achtervolging. Hij loopt nu momenteel weer de trap op. Ik ben jullie volledig kwijt, maar ik ga eens gokken waar jullie in zijn.
Hij is een spelletje met hem aan het spelen. Ah, ik zie hem, hier komt hij op mij af. Ah. Ik heb hem, staan blijven, liggen nu. Wat op joh? Blijven liggen. Staan blijven. Hey. Zo. Ja, is goed joh, doe rustig joh. Handen omhoog. Blijven liggen. Tegen de muur. Hup, tegen de muur hier. Tegen de garage. Ja. Goed zo. Ik had de auto. Ja. Goed, je bent niet de ander verplicht. Je zegt hem raadsman. En waarom ging je er vandoor? Gewoon. Gewoon, oké. Okay. Goed. Met aangehouden negeren stopteken. Ik ga je boeien. Ja, prima joh. Goed. Zeg, heb je voorwerpen bij die je nu bij mag hebben? Scherpe voorwerpen waar ik mijzelf aan kan baseren? Nee. Nee? Weet nee. Zeker? Ja. Dan ga ik je even fouilleren. Ja, prima joh. Oké. Okay. Ja. Hier een portemonnee collega hier zo. Controleer hem maar even hoor. Oké, okay, voor de rest niks. Nee, dat zei ik toch? Ja, oké. Okay. Ik wil het toch even zeker weten. Ja, prima joh. Luister, ga met ons mee. Mijn collega zet je even in de auto, ik ga je scooter even veilig wegzetten. Want die staat er ja, ook. Ja, is mijn scooter. Is jouw scooter? Ja. Ja, oké. Okay. Hey, zeg, steek de sleutels er nog in. Ja. Oké, okay, goed. Ik zet hem even aan de kant hoor. Jo. En wat is je naam? Zeg ik niet. Nou. Even kijken. Zullen we hem hier gewoon neerzetten? Ja, lijkt me verstandig, ja. Laten we wel even een D6'je komen ofzo. Ja. Nou, meneer. Hey, even een paar vragen. Allereerst. Waarom draag je geen helm? Op zo'n scooter? En een geel kenteken. Ten tweede, waarom negeer je ons stopteken? En ten derde, heb je je scooter opgevoerd? Je bent niet verplicht om op alle drie de vragen te antwoorden. Doe als u wilt. Ja, is niet mijn scooter joh. Niet jouw scooter. Nee. Net was het nog jouw scooter. Nee. Jawel, dat zei je toch net? Nee. Jawel? Nee. Nou, net zei je dat het jouw scooter was. Ja, nou niet dus. Ja, van wie is die dan? Weet ik niet. Vriend. Weet je niet van een vriend? Okay. Ja, van een vriend. Zo. Nou, dan gaan we uitzoeken of diefstal van een scooter er ook nog bij komt. Ja, nee. Mogen we geen gewoon even rondje rijden? En jouw vriend weet dat? Ja. Ja? Ja, ik wel. Ja, kenteken controleren, dan gaan we die straks even bellen. Ja, prima joh, doe maar. Collega is al bezig, zie ik. Wat was zijn naam? Van de persoon? Die we hebben aangehouden of van de eigenaar van de scooter? Van hem. Ja, ik had hier een portemonnee, even kijken. Rens Jansen hebben we hier. Ja, dit inderdaad, deze is niet van hem. Hm. Deze is van een vriend, dat zei ik net toch? Wouter Bakjava. Een of andere gare Indische naam, maar... Ja, ik vind het allereerst een beetje raar dat u op een ander man scooter rijdt. Is degene van... Is het jouw auto dan? Nee toch? Nou dan. Is degene van... is de eigenaar van de scooter daarvan op de hoogte dat u erop rijdt? Ja. Ja? Oké. Okay. Ja. Nou, wij gaan zo meteen contact opnemen met de heer Wouter. En dan zullen wij zien of dat zo is. Is dat niet zo, dan zal ook nog eens aangehouden worden wegens diefstal van onze scooter. Ja, prima joh. Goed. Collega, zet hem maar achterin hoor. Ja? Ja. Okay. Nou, ik ga je even naar de auto duwen. En dan zal je verder verhoord worden op het bureau. Ja, prima joh. Niks verbergen. Nou, mooi. Zal ik even een, hoe heet die, laten komen? Een sleepie? Ja, dat is wel handig misschien. Ja. Oké, okay. Ja, ze weten het al. Top. 540C, we hebben degene op de scooter staande gehouden en aangehouden. Scooter staat momenteel op in
of op Scheveningen stad zouden wij een sleepplaats kunnen krijgen om hem weg te slepen. Ja, dat ga ik voor u regelen over. Ja, dank u wel.